Niet gezien. Ergens geen pijn. Wat had ik vanmorgen met haar afgesproken? Je was er toch bij, of niet? Wat hadden we afgesproken? Tot? Ja, laat me ook wel eens zijn hoor, van het lachen. Waar is het gegaan? Als ik aan huis. Oh, wat hebben ze gezegd? Ik moet weer naar de neuroloog. Maar daar moet ik weer een afspraak voor maken. Ik ben eind 2009 met het gezin Milan Reine gestart. En toen ik daar voor het eerst kwam, trof ik aan een gezin met nog twee kinderen in een thuissituatie. En de andere vijf waren allemaal uit huis geplaatst door de William Schikker Groep. Een gezin waar heel veel problemen lagen. Nou ja, schulden, een kast met allemaal post erin, waar er al jaren niet meer naar was gekeken. Hele armoedige bedden van de kinderen, heel armoedige uitstraling van het huis. Eigenlijk ook wel viezig en niet opgeruimd. Moeder die eigenlijk als een arm schaap op de bank zat, die echt zo heel graag hulp wou, maar niet wist hoe. Op school lag er een melding dat de kinderen zouden zijn mishandeld door hun vader. Nou, allerlei problemen bij de start toen ik begon. Er waren uithuisplaatsingen, moeder viel weg, kinderen hadden even geen ouder. Er waren veel meldingen bij de politie, bij de stadsdeel. Ze vielen steeds op in alle plekken wat we kunnen bedenken. En naarmate was het niet meer te overzien. En de hulpverlening moest gewoon beter georganiseerd worden. Nou, welkom iedereen. Op het vierde is het nu, denk ik. Vierde. Ja. Overleg over het gezin Milan Reiner. Nou, ik ben bezig geweest met een gezinsplan. Dat is met 7 kinderen een heel erg leuke wijk. Het gezinsplan heeft als doel dat we 1 plan hebben met elkaar. En om ervoor te zorgen dat we samen aan 1 plan werken en iedereen doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Vanuit de William Schikker is de gezinsmanager ingezet. Zij houdt eigenlijk iedereen in de gaten. Zij houdt kort lijntjes met alle hulpverleners, alle betrokkenen. We hebben nog 2 kleintjes rondlopen, maar alle kinderen hebben onder toezicht gestaan. Dus dat patroon moeten we toch proberen om toch iets meer te doorbreken. Wat is er nodig in die thuissituatie? Dat moeder lukt om die kinderen goed aan te sturen. Zodat zij straks gewoon opgroeien als evenwichtige jongvolwassenen. I'm already chasing it for today. Because... We hebben hier te maken met iemand met epilepsieaanval, dus chronisch ziek, laag verstandelijk beperkt is en daarin altijd wel hulp nodig heeft. Al die oudere kinderen hebben ook allemaal hun eigen problemen, dus allemaal verstandelijke beperking. Eigenlijk de jongste 2 zijn de enige 2 zonder licht verstandelijke beperking die nog op het regulier basisonderwijs zitten. Want Claudette heeft 7 kinderen en elke kind heeft al een hele hulpverleningsteam om zich heen. Waardoor uiteindelijk de keuze is gemaakt van deze moeder kan de opvoeding niet aan. En in combinatie met deze kinderen, met de kindproblematiek, is het beter dat de kinderen ergens anders gaan opgroeien. Maar voor mij lag meteen al het doel voorop, dit is wat we niet weer willen voor de kinderen. Maar laten we nou met z'n allen gewoon hard aan de slag gaan, zodat we deze kinderen niet uit huis hoeven plaatsen. Even nog over Ashana en Alcina, want dit zijn de kleintjes die je nog hebt. Ja. En beide hebben een OTS en beide hebben hulpverlening vanuit de opvoedpoli. Waarom is er nog steeds OTS? Ja. Of dat hoezo is er in eerste instantie OTS gegeven? Misschien is dat wel. Ja. Broeder is in OTS is gekomen. Om eerlijk te zijn, als je hem eerst vertelt wat de OTS eigenlijk inhoudt. Je weet niet wat de OTS inhoudt? Nee. Laatst hebben wij hier met Jorieke een heel verslag van jou gelezen. Ja. Al die blaadjes bij elkaar. Ja, dat. Naar de rechter toe gaat. Ja. Oh,
Wat OTS staat voor onder toezichtstelling. Oh, onder toezichtstelling. Waarom ik het, wat ik ervan, wat ik ervan vind? Ook, dat, maar mijn vraag was eerder eigenlijk waarom er OTS was uitgesproken. En waarom was dat nodig? Nou, die opvoeding, dat was meer voor niet meer slaan en niet meer schelden tegen de kinderen. Ze vonden dat ik mijn kinderen te Surinaams opvoedde. Wat betekent dat? Ja, je mag dat kind niet schreeuwen en je mag het kind niet slaan, hè? Nee, klopt. Dus dat is kindermishandeling. Maar in Suriname weer, is het weer gewoon. Je moet respect ook hebben voor je ouders. Slaan was een aanpak waar ze vaak naar grepen. Schoolresultaten waren niet heel erg goed. Orlando was ook een hele tijd niet welkom geweest. Heel veel ruis geweest, ook in de hulpverlening rondom Orlando. Werd beschreven als een groot, agressief meneer. Gevaarlijk voor het gezin. En wat gebeurde er toen? Ja, toen kreeg ik een tegenzinsvoogd. En wat vond je van de aanwezigheid van William Schikker? Nou, ik vond ze, om eerlijk te zijn, waardeloos. Nou, die kinderen die hadden zo hun eigen leven, bij wijze van spreken. En daar kon ik me zo goed tegen, want ik dacht van ja, waarom moet dat mijn kinderen overkomen van wat de, zeg maar, de jeugdzorg en al die toestanden. Ik heb er heel slechte ervaring en ik heb me echt boos gemaakt. Men ging buiten klagen van die man. Ja, maar als die man zijn kinderen beschermt, je gaat toch geen leeuw aaien die dan zijn jongen hebt. Wel. De ouders hebben een heel lang traject met hulp gehad, maar dat is wel een beetje, dat denk ik, ook wel de eilandjescultuur geweest. Iedereen heeft heel veel willen doen voor dit gezin, maar uiteindelijk wist niemand van elkaar wat hij precies deed. De moeder is een keer in de failliet verklaard geweest, opnieuw weer schulden gekregen, dus ja, maar nooit zeg maar structureel opgelost. Graag met het NPG-traject, dat het nu voor eens en voor altijd een keertje klaar is, zeg maar. Dat er een goed traject is, dat ze na 3 jaar schuldenvrij is en zij ook weer wat kan gaan opbouwen met het gezin. Ja. Vooral om ervoor te zorgen dat we eindelijk met andere doelen bezig kunnen. Maar als er elke keer een gigantische schuld in je nek hijgt, ja, dat is natuurlijk heel logisch. Dan kan je het willen doen trekken aan allerlei andere zaken, maar dan wordt het gewoon niet wat, zeg maar. Dus omdat de stress gewoon te groot is. Soms zit je ook te denken van ja, je bent bezig om wat goeds te doen, dan krijg je brieven van de deurwaarder en dat begrijp ik weer niet. Stuur jij die wel naar bewindvoerder? Ja, die stuur ik allemaal op. En zijn die deurwaarders nu niet minder geworden sinds de bewindvoerder er is? Nou, nee, dat is het, ja. Ze komen steeds meer en meer erbij. Heb jij met je bewindvoerder hierover gehad? Nou, nee, niet echt. We hebben niet. Ik heb er nog niet gebeld erover. Zal ik even de bewindvoerder bellen en vragen of zij even contact met jou opneemt hierover? Ja, graag. Ja? Want het is niet de bedoeling dat je meer deurwaarders krijgt, maar het is juist de bedoeling dat ze minder worden. Ja, maar dat is het juist. Oké, Claude, en dan zie ik je de volgende keer weer. Ja, is goed. Oké. Fijne dag, zou ik zeggen. Jij ook. Ik zie je kinderen straks. Ja. Schulden zijn destijds wel aangepakt, maar vervolgens zijn ze weer opnieuw ontstaan. Dus wat wij in dit traject hebben gedaan, is gewoon bewindvoering aanvragen. En daarin ook heel duidelijk naar moeder, dit is wat er gaat gebeuren. Je kan niet voor je eigen, het lukt je niet om je eigen budget of je eigen geld te beheren. Dat gaat nu iemand anders voor jou doen. Hallo, ik ben met Boerju van Offerpoly. Ik was vandaag bij Claudette. En ze was heel erg blij met bewindvoering en zo. Dat de financiële kant wel beter ging. Alleen, ze begreep niet dat de deurwaardes toenam. Ja, dat klopt. Maar soms heeft ze ook geen bel te goed om over te laten gaan. Nee, maar nu heb ik afgesproken dat ik u zou bellen met het verzoek of u haar zou kunnen bellen. Is dat mogelijk? Ja? Echt vies weer. Nee.
ik ben helemaal nat. En dan zie ik hier nog even, was ik even benieuwd naar het overgewicht van Asjana. Hoe is het daarmee? Ik denk dat ik het even met de schoolarts daarover ga hebben. Want scholen hebben diëtisten op school. Heel goed, ja, fijn. Want ik denk dat het wordt wel steeds erger en erger. Hè? Dus ook de vraag, waar komt dat dan vandaan? Wat school bij mij heeft gemeld, dat is even het laatste nieuws. Ja. Volgende keer zitten we op school, dus dat is prettig. Dat zij zien een heel ongelukkig meisje over het algemeen. Een meisje die niet veel lacht, zeg maar. Moeite heeft ook in de klas met zichzelf uiten. Nog steeds wel erg aanhankelijk is. Ze zien heel weinig echt vreugde bij Asjana. Er zijn nu zoveel brandjes blussen geweest met financiën en dat soort dingen. Dat ik het zeg maar in wachtkamerruimtes nu met ze over de opvoeding heb. Van oh, hoe ga je daarmee om? Maar ik moet even de komende tijd toch ergens een beetje rust creëren. En even met de ouders even goed gaan praten. Hoe gaat het nu? Dus ik denk dat het wel van die signalen zijn die we goed in de gaten moeten houden bij haar. Ga ik even achter. Ja, dat ze wel die aandacht krijgt die ze nodig heeft. Ik mag niet staan, maar toch ga ik staan. Ga zitten. De grote meisjes spelen toch. Ga zitten. Hm? Nee, ga zitten. Ga zitten. Waarom? Wij hadden het over het boeddhisme. We gaan verder met het boeddhisme. Oh. Goedemiddag. Kom maar binnen. Hoe is het? Krampen in mijn benen en... Toen de volgende dag in mijn andere been, ik had hem gevraagd, uit de signaal, kan je een broodje voor me maken en een kopje thee? Ja, maar ik weet geen thee te maken. Ik zeg, nou, ik zou dan moeten beginnen te vast te leren. Want Asjana, die was 6 toen ze dat deed. 6? Ja. 6 een kopje thee zetten is niet echt een aanrader. Nee, maar ja, zeg het maar tegen Asjana. Ze zegt, nee. Jij bent mijn mama en mama is ziek, dus mama, moet ik het ook doen. En ja, zo deed ze het elke keer als ik een aanval kreeg. Ja. En, in die tijd bleef ze meestal bij mama zitten de hele tijd. Dat was heel zorgelijk toen, toch? Ja. Dat ze echt alleen maar voor jou wilde zorgen en niet naar buiten wilde gaan. Ja. Ja. De kinderen zijn opgegroeid met een moeder die heel vaak aanwezig was door haar epilepsie. Hebben daar ook op hele jonge leeftijd al heel veel erge dingen meegemaakt. Want een epilepsieaanval waarbij een moeder trilt, shaked, op de grond stuit. Het is natuurlijk voor een klein kind heel erg heftig om te zien. En daar is eigenlijk nooit echt op aangestuurd, is nooit echt hulp voor gekomen. Kan ik naar binnen? Hallo. Hallo. Hoe is het? Goed. Weet je wat we een keer hebben gehad over een buurthuis? Waar ze misschien wat activiteiten hebben. Weet je nog? Nee. Ik heb gebeld. En vandaag was er ook iets, dat ik kon wel gaan kijken. Dus we gaan gewoon naar binnen lopen. Wat vind je ervan? Leuk. Gaan we met z'n tweeën? Kom je wel vaker naar Bontekraai of niet? Alleen met Sinterklaas ben ik geweest. Afgelopen Sinterklaas. Ja. We willen heel graag dat Asjana meedoet met een leuke meidenclub. Jij zit nu in groep 7 of in groep 8? 8. In groep 8. Nou, dan kan je dus ook al meedoen aan de meidenactiviteiten. Yes. Kijk, kunnen we hier gaan zitten? Ja. Ik ben zelf gezinscoach en ik kom bij Asjana thuis en spreek moeder en vader veel. Maar Asjana heeft bij ons speltherapie gevolgd. Want moeder van Asjana die heeft epilepsieaanvallen en dat is toch best wel zwaar, hè, Asjana? Ja. En Asjana is een heel lief, zorgzaam meid en die helpt moeder heel veel. En ja, dan hebben we toch onze zorgen gehad dat ze niet te veel ging zorgen. Want en wat houdt die therapie dan in? Speltherapie? Ja? Nou, speltherapie is spelende wijze. Kan Asjana haar gedachtes uiten. En vanuit die spel, vanuit die gesprekstoffen, kan de therapeut samen met Asjana kijken wat haar zorgen zijn, wat zij eigenlijk het liefst zou willen, zodat ze zichzelf kan uiten. Maar toen het klaar was, dan dacht ik wel, ja. Maar dan is er niks meer. Dat ze nog iets anders kan gaan doen. Ja. Dat ze ook dingen doet wat ook leuk is. Ja. Dat bij de leeftijd past. Ja. Als je bijvoorbeeld Asjana een keer heel verdrietig ziet, kan gebeuren, Asjana. Of heel boos.
En jullie hebben erover en je denkt, nou, misschien moet het toch wel teruggekoppeld worden met moeder. Of mm-hmm. Je hebt wat vragen erbij. Ja. Bel me eventjes. Maar ga je dat dan ook wel zeggen? Als er dan dingen zijn? Ja. Ja? Oké. Okay. Laten we er binnen gaan. Oh, is koud. Goedemiddag, papa. Goedemiddag, papa. Ja, mam. Hoe was het op school? Leuk. Oh, oké. Hi, Orlando. Goeiedag. We gaan even jassen ophangen. Ja. Is mama thuis? Ja. Ja? Dag, mama. Dag. Hoi. Hoi. En? Hoe was het? Leuk. Heel leuk. Ja, dat is je genoten. Ja. Hi, Claudette. Ik ga nu even met Alessino naar boven, naar zijn kamer. Ja. Vind je dat goed? Ja. Even daar een beetje kletsen. Oké. Zo, dit is dus jouw kamer. Ja. Ik zie nog geen posters, behalve op de deur, op stickers. Ja. En ik zie daar iets. Ja, vroeger had ik veel nachtmerries. Ja? Dus nu als ik ga slapen heb ik geen nachtmerries meer. Waarom? Dat is een droomvanger. Dat is een droomvanger? Ja. Het werkt? Alleen voor nachtmerries, ja. Wauw. Zo, we moeten het kamer een beetje opleuken. Want die behang is een beetje gescheurd, toch? Wie heeft dat gedaan? Ik. Hoezo? Was je boos? Je was zo boos dat je de hele kamer hebt gedaan? Ja. Zou aan Jorieke vragen of er misschien iets is wat we kunnen krijgen om dit kamer een beetje op te leuken? Ja. Weet je nog dat jij een keer bij mij kwam op kantoor? En toen hebben wij een beetje gehad over hoe het thuis ging. En toen heb ik besloten om het met mijn collega Ezegias over te hebben. Weet je ook wat voor werk zij doet? Ja, speeltherapie. Ja, klopt. En dan ga je daar elke week heen nu? Ja, ik moest een keertje op een groot blaadje liggen. Had ze mijn lichaam getekend. Toen had ze het over mijn moeder, over die aanvallen. Ja. Had ze allemaal dingen gezegd, zoals spanning, kriebels, dat ik ga zweten. Ja. Dat ik het een beetje vervelend vind. Dat ze doodgaat. Mm-hmm. En meer weet ik niet. Als er een keer iets niet lekker gaat, of je denkt, ik weet niet zo heel goed wat ik hiermee moet, of dit gaat niet zo goed. Ik kom hier heel vaak. Je weet ook waar ik zit. Dus dan mag je altijd aan mijn mouw trekken. Tussen toen met jou gehad over het geven van voorlichting aan de kinderen betreffende de epilepsie, de aanvallen, hè, wat te doen. Maar dat hadden we gekoppeld aan op het moment dat die persoonsalarmering geïnstalleerd en dat hing weer af van de vaste lijn die... precies, dat is allemaal, ik heb dat, ja. En dat was een beetje bij jou terechtgekomen. Ja, want maar wat, als er geen vaste lijn is, er is toch geen vaste lijn? Ik begreep dat er een vaste lijn... Er is wel een aansluiting, er is ook een UPC-abonnement... Ja. Maar er is geen toestel. Oh. Dus er moet, nou ja, er is nu 750 euro op die rekening gestort. Dus dan denk ik dat dan een telefoon heel erg belangrijk is, toch? Ja, en zo duur is zo'n toestel niet. Nee, en dan kan die persoonsalarmering, als er dan voor nood is, kan dat tenminste gewaarschuwd worden. Ook door de kinderen, door een simpele druk op de knop. Ja. Komt er iemand en dan kunnen wij, als dat ding er is, kunnen wij gewoon eens even... Ja, en Claudette is hiervan op de hoogte. Ze weet dat je langs gaat komen op het moment dat allemaal is geregeld, ook voor de kinderen. Ja. Jullie weten haast niet anders dat mama, denk ik, aanvallen heeft, hè? Hoe lang weet jij dat mama aanvallen heeft? Weet ik niet. Al heel lang, hè? Toch? Ja. En voor jou? Sinds het begin. Sinds het begin. Jij weet ook, denk ik, haast niet anders. Als ik niet meteen, zeg maar, over 5 minuten thuis kom en het gebeurt, wat zou je dan doen? Dan bel ik u. Ga je? Ga ik u bellen. Oké. Ken je de nummer uit je hoofd van je papa?
Nee. Nou, het belangrijkste vind ik dat jullie niet zo schrikken als mama een aanval krijgt. Als je weet wat je moet doen. En een van de manieren die ik toen had bedacht, was bij de telefoon een alarmapparaat. En die moet hier dus zijn. Ja. Toch? Ja. Ja. Ja, precies. Dus als het knopje ingedrukt wordt en die mevrouw gaat roepen van zegt u het maar, dan weten we ook nog dat papa wordt gebeld en dat hij dus zo snel mogelijk hier naar huis komt. Ik kwam een keer beneden en ze maakte zo een stap naar achteren. En vanuit het niets kwam ik naar beneden rennen. En ik zag ze vanuit ze op haar achterhoofd terecht was gekomen, was het ook afgelopen met haar. Ja, echt. Ja, maar het is een beetje emotioneel. Dus die dag staat in mijn geheugen gegrift van. Weet je nog dat de kinderen allebei hadden aangegeven dat ze jammer vonden dat ze niet iets leuks deden met hun ouders? Want ze snapten wel dat ze niet, net als alle andere kinderen, zomaar even naar een pretpark konden gaan of zomaar even naar een bioscoop. Ik wil wel. Maar ja, bij mij is het als ik die trap al oploop, dan voel ik me al vermoeid. Maar we hebben toen afgesproken de bioscoopavondje. Hoe is dat gegaan? Is dat nog geweest? Nou, een bioscoopavondje is nog niet geweest. Is nog niet geweest? Nee. Hadden we een dag geprikt. We hadden besproken hoe jullie dat zouden organiseren. Wat allemaal, dat gordijnen uit, licht uit, chips erbij. Maar wie bepaalt dat het niet doorgaat? Nou, het is meestal Adesinho, hè? Ja. Die het, hij is 10, hè? Die het bepaalt van, ik ga deze keer een weekendje weg of ik zeg maar, dan moeten we, waar moeten we dan die bioscoop? We hebben toch een bioscoopavondje? Ja. Ja, maar dan een ander keertje. Dan sta jij hier als ouder en Adesino die bepaalt wat er gebeurt. Dus hij staat dan hier. Hij bepaalt het terwijl eigenlijk zo moet staan. Ja. Ja. Even die power weer terugpakken. Ja. Ja. Want straks, nu is het weekend, straks een hele week. En voor je het weet, ja, weet je niet meer waar hij uithangt. En dan eis je ook respect op, waar je vaak over hebt. Van ik wil dat mijn kinderen me respecteren. Maar ook geef je de boodschap mee. Afspraak is een afspraak. Toen we als opvoedpoli inkwamen, was zo dat Orlando en Claudette slaan als middel gebruikten. Wat ten eerste aan gewerkt moest worden. Nou, dit gebeurt dus niet meer. Orlando en Claudette benaderen hun kinderen anders. Maar wat we nu wel zien, is dat de kinderen opeens heel veel macht hebben. Hallo. Waar ik me nu op concentreer, is dat kinderen wel worden benaderd met gewoon praten, corrigeren, begeleiden, luisteren naar je kind. Heel veel geweld en agressie is weggevallen en ze zijn meer een gezin gaan vormen. En ik denk dat Claudette en Orlando zo aanpakken zoals ze nu aanpakken, puur door de hulpverlening die heel veel spiegels voor hun heeft gehouden van kijk wat je doet en kijk wat er is gebeurd. En je hebt nu weer twee kansen om het anders aan te pakken. En ik denk dat zij nu ook echt heel anders aanpakken door de hulpverlening. Orlando, wat ik jou ook wil... Ik heb een vraag. Of je dat lijstje met Adesino kan maken voor zijn kamer. Van, nou, ik denk een beetje verf daar. En een beetje kastje. En een beetje ook wel van iets van interieur. Bijvoorbeeld een poster. Ja. En dat soort, dat we daar ook een bedrag voor... Dat hij iets leuks kan kopen. Ja. Dan bel ik de bewindvoerder en dan zeg ik, nou, zoveel ongeveer gaat het kosten. Ja. Maak dat even over. Is goed. Ja? Ja. Ik vond het heel erg belangrijk dat de kinderen goede basisverzorging kregen. Dus die dingen hebben we... Ja, heeft de opvoedpoli allemaal aan gewerkt. In een soort van werkplan, een dagschema. Wanneer, wat voor de kinderen, zeg maar.
Nee, die twee even omdraaien. Ja, even omdraaien. Ja? Want ik de hele tijd thuis zitten en ja, maar denken. Terwijl als je hier komt, je praat met iedereen, je hebt iedereen om je heen. Ja, sommigen nemen je net als zusters, sommigen net als broers. En ja, het is allemaal heel gezellig hier. Nou, ik wil jullie allemaal van harte welkom heten bij een van de laatste overleggen die ik zal voorzitten van het multiprobleemgezinnentraject van het gezin Rahiner. En dat betekent dat we ongeveer zo'n 22 weken, en dat heb ik een keer verlengd, dus dan zijn we zo ongeveer 44 weken met elkaar aan de slag gegaan met dit gezin. Het is de bedoeling dat dit straks in een vrijwillig kader wordt voortgezet. Dus dat jullie elkaar blijven vinden. Dus dat die samenwerking met bijvoorbeeld de school en de hulpverlening, dat die gecontinueerd blijft. Zodat we in ieder geval zich blijven houden. En we niet allemaal op de eilandjes gaan zitten en weer teruggaan naar het oude. Zullen we even een kort rondje doen van de stand van zaken van nu? Rita is de intern begeleidster van de Belmer 3 school. En de Belmer 3 school is de school waar Asjana en Adesinio op zitten. Sinds dat ik met jou, Jurike, in contact ben gekomen en dat we korte lijntjes hebben, dan gaat het iets eigenlijk veel beter in het gezin. Alles wordt betaald, de kinderen komen met schone kleren, nette kleren, niet van die schoenen die gimpen, die hartje winter met een gat rondlopen. Of dat Asjana een broek aan heeft die eigenlijk 10 maten te klein is. Dus dat valt wel heel erg op, dat ze er veel verzorgder uitzien. En ja, ook in de groep ook meer een plek hebben gevonden. Bij Asjana is wel heel opvallend, want ze was een heel teruggetrokken meisje. En ze lacht nu in de klas, ze wil het gesprek, ze werkt in groepjes met kinderen. Long time. Maar we hebben nu pauze. Ja. Volgens mij, en dat begreep ik een beetje van moeder, en ik was echt verrast, is dat ze regelmatig naar het werk gaat, naar Pantar. En volgens mij is dat een hele goede, want wat we eigenlijk hebben geconstateerd is, met haar epilepsie gaat het goed als er regelmaat en ritme is. Hey, goed dat je er bent. Nou, hey, moeder is ook erbij, hoppakee. Ja. Ja, kom zitten. Ja. Geen aanvallen meer, hè? Nee. Sinds oktober, dus lijkt mij behaald. En komt dat nou, want daar ben ik dan super nieuwsgierig naar. Komt dat dan om, waar komt dat dan door? Dat je nu rustiger bent. Is dat, ja, ik ga het gewoon open vragen. Ik heb daar wel een idee over natuurlijk, maar... Je hebt die bewindvoerster, die is er al. Ja. Ja, je hebt een bewindvoerster die, best wel veel voor me heeft gedaan. En ja, jullie ook. Die ook heel veel voor me hebben gedaan. Dus ja, alles neemt een beetje af. Het is niet meer zo zwaar zoals eerst. Fijn. Dus dat is mooi. Dus zo voel ik me ook een beetje, ik adem beter. Goed zo. Ja, dat is toch gewoon het allerbelangrijkste, hè? Gewoon ademen. Dus laten we daarmee beginnen. Ja. Nou, fijn dat je dat weer doet. Ja. En wat ik dus gewoon natuurlijk een hele kracht vind van het multiprobleemgezinnenoverleg, wat we met z'n allen hebben gedaan en bereikt, en wat vooral jullie hebben bereikt, is dat we nu eigenlijk ook wel voornemend zijn om zelfs vanuit het multiprobleemgezinnentraject te gaan toewerken om de ondertoezichtstellingen in januari niet te gaan verlengen. Jullie werken zo goed mee. Alles is nu op poten gezet. Het is nu een kwestie van het volgen, weet je wel. En nu nog iemand zoeken die in het vrijwillig kader de hulpverlening op zich kan nemen. Want zoals je weet, Poetje kan het ook niet eeuwig doen. Want die hebben daar de indicatie en de mogelijkheid niet voor. Dus dat is natuurlijk gewoon geweldig. Dat je gewoon kunt zeggen, we gaan die ondertoezichtstellingen eraf gooien. Ja, maar ik zou het aan de ene kant zou ik er blij mee wezen. Maar aan de andere kant vind ik het wel jammer vinden. Dat, je bent zo niet aan mij gehecht, of wel? Dat is, juist niet de bedoeling. Oh, dat is het juist. In het kader van de professionaliteit, nee. Dat zie ik jou nu meer, dat is het. Oh, maar je kan af en toe wel bellen, hoor. Ja. Ze hebben het altijd over hulpverlening. Ik was altijd bang voor zulke dingen en
Terwijl het helemaal, je er helemaal bang voor hoeft te zijn. Terwijl, want alles komt veel positiever uit dan als je het alleen doet. Is ook. Maar toen wij begonnen met elkaar, en dat is nu 3 jaar geleden... Toen kwam ik in een gezin terecht waarbij met grote aandacht naar mij werd gekeken van... wat kom jij hier nou weer doen? Wij mogen jullie niet, want jullie hebben onze kinderen alles uit huis geplaatst en allemaal ellende. En toen kwamen hadden we gewoon geluk dat er een heel team met fijne mensen op een gegeven moment eromheen zaten. En dan kun je dingen bereiken. Zeker. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft zich hartstikke ingezet. Dus. Nou, zullen we daar nou ook gewoon een krul erin zetten? Jawel. Heel mooi. Anders! Alles in jou? Je moet wel komen, hè? Wou je daar beneden blijven? Met je handen? Voor je ogen. Ja. Ja. En niet kleuren, hoor. Wow. Kom maar, kom maar. Zo. En toen mag je je ogen. Ogen. Zo mooi. En? Ja, in de? Army. Oh. Nintendo Jungle. Yay! Hey. Is dat een foto? Yay! Eén gezin, één plan, één hulpverlener. Dat klinkt heel eenvoudig en is echt ongelooflijk lastig om goed voor elkaar te krijgen. Nee, want je neemt ze mee en je gaat bij vrienden en dan ga je in de dood staan. Het is geen gezinsauto. Ik ben eind 2009 gestart en toen ik daar voor het eerst kwam, trof ik aan een gezin. Waar heel veel problemen lagen. Schulden, een kast met allemaal post erin. Hele armoedige bedden van de kinderen. Heel armoedige uitstraling van het huis. En moeder die als een arm schaap op de bank zat. Op school lag er een melding dat de kinderen zouden zijn mishandeld door hun vader. Op landelijke schaal is ongeveer 15% van de huishoudens een multiprobleemgezin. Dat is enorm. We praten echt over hele grote aantallen. Nou, ik ben bezig geweest met een gezinsplan. Dat is met 7 kinderen een heel erg leuke wij. Het gezinsplan heeft als doel dat we één plan hebben met elkaar. Om ervoor te zorgen dat we samen aan één plan werken. En iedereen doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Bij één gezin, één plan, één hulpverlener moet je integraal werken. En dat is echt een nieuwe functie. Die van generalist, iemand die echt holistisch kan denken en handelen. Wat er nodig is voor gezinnen, daarin heeft de gezinsmanager het mandaat om dat te realiseren. We hebben nog 2 kleintjes rondlopen, maar alle kinderen hebben onder toezicht gestaan. Dat patroon moeten we doorbreken. Wat is er nodig in die thuissituatie? Dat moeder lukt om die kinderen goed aan te sturen. Zodat zij straks gewoon opgroeien als evenwichtige jongvolwassenen. Hallo. Even nog over Ashana en Alcina, want dit zijn de kleintjes die je nog hebt. Ja. Beide hebben een OTS. Waarom is er nog steeds OTS? Om eerlijk te zijn, als je me eerst vertelt wat de OTS eigenlijk inhoudt. Je weet niet wat de OTS inhoudt? Nee. De gemeente kent de burger, maar vanuit verschillende perspectieven en niet integraal. De hele hulpverlening staat in schotten. Je hebt een jeugdhulpverlening, je hebt een volwassen hulpverlening, je hebt je jeugdzorg, je hebt verslavingszorg. Het probleem van de gemeente is nu, hoe doorbreek je die schotten? Dat vraagt bestuurlijke uithoudingsvermogen, bestuurlijke kracht. Ze hebben het altijd over de hulpverlening. Ik was altijd bang voor zulke dingen. En terwijl het helemaal, je er helemaal bang voor hoeft te zijn, terwijl... Want alles komt veel positiever uit dan als je het alleen doet. Dan hadden we gewoon geluk dat er een heel team met fijne mensen op een gegeven moment omheen zaten. En dan kun je dingen bereiken. Iedereen heeft zich hartstikke ingezet. Dus. Nou, zullen we daar dan ook gewoon een krul erin zetten? Jawel. De kans is met name om jouw burger beter te helpen. En goedkoper te helpen. Die slag die is, die maken we nu denk ik met z'n allen. En dat is heel mooi.